Vandaag 7 mei is Bania Winky Thijs. Zijn we terug te gast hier op Staje. En daar zijn we bijzonder fier op dat we een tweede editie kunnen doen. Vorig jaar hadden we 1800 jeugdspelers hier op Staje die een dagje kwamen trainen. Wel, we gaan dit jaar voor meer dan 1800, we gaan voor 2000 jeugdspelers. En die komen afgezakt niet alleen uit Sint-Truiden en omstreken, maar ook dit jaar uit Vlaams-Brabant en zelfs uit het Luikse. Dat wil zeggen dat Sint-Truiden een sportstad is en vooral ook een voetbalstad. En je ziet ook wat de aantrek van STVV is in dit verhaal. En als stad Sint-Truiden en STVV handen in elkaar staan, dan kan dit alleen maar een succesverhaal. Leuk voor de kinderen, maar ook heel leuk voor STVV en de spelers. We kijken er allemaal naar uit, elk jaar opnieuw. Vorig jaar mochten we denk ik 1800 kinderen ontvangen. En dat is toch wel iets wat uniek is, denk ik. Daar kijken we ook niet naar uit. Niet alleen omdat het kinderen zijn van de streek, maar ook omdat het echt onze doelgroep is. Jongens en meisjes die graag met voetbal bezig zijn, supporter van mij. Als er een paar spelers bij komen, dan is als jeugdspeler toch, of als andere jeugdspeler toch mooi om dat mee te maken. En zeker als ze naar die spelers opkijken, dan is het voor hen extra speciaal.